Hallo, met Willemsen. Ja, u spreekt met mevrouw Willemsen. Ja meneer, ik heb een kamer met twee petten, dus u kunt twee personen sturen. Voorlopig eentje. Nou, uitstekend. Oh, is die al onderweg naar me toe? Nou goed, ja, dat komt in orde. Ja, dag meneer. Mia. Ja? Wie was er aan de telefoon? Nou, het bureau voor de vreemdelingenverkeer. Oh. We krijgen vannacht een toerist voor de zijkamer. Krijgen we dat soms de hele zomer? Buitenlandse vreemdelingen over me vooruit de brand zijn we. Nou, je hebt het zelf goed gevonden dat ik onze kamer liet inschrijven. En die twee logeerbedden staan toch altijd leeg. Ja. Waarom zouden wij dan geen extraatje verdienen aan die hotelnood? Ja, maar dan hadden we eerst wel talen mogen studeren. Dat beetje Frans en Engels van school, dat ben ik al lang vergeten. Hm. Oh, dat zal die zijn. Toe, doe jij eens open. Stel je voor dat het een Griek is of een Latijn. Wie is daar? Mr. Willems, sir. Oh, is een Engelsman. Yes, sir. Step in. Thank you. Thank you. Scout. Sorry? Scout. Ja, het is Scout. Beg your pardon? It's steamelijk freshest in the evening. Oh, no. My name is Scout. Oh, I hate so. Beg your pardon? Yeah, you hot so. Oh. Yeah. How do you do? No, I may not, Mopera. Oh, I see. This is mein husbandess. How do you do? Thank you. I got this paper at the tourist office. I'd like to stay a night with you. To stay? Yes, please. Will you stay the whole night? Yes, they told me so. Wat zegt hij allemaal? Hij wil de hele nacht blijven staan, zegt hij. Nee toch? We have a bed for you. Yes, sir. You can lay lang out, hoor. Yeah. Well, all right, sir. Yeah. Moet mij eerst een happy eten? Will you eat a little happy? Something to eat? No, thank you. I got dinner. Wat zegt meneer? Hij eet niet, hij wordt dunner, zegt hij. Vraag meteen wat hij morgen voor ontbijt wil hebben. Ja, wat heb je? Oh, van alles. Havermout kan hij krijgen of beschuit met gestampte muisjes. Ja, lust u havermout in de morning, sir? Pardon, I didn't quite understand. I mean, your beschuitjes met gestampte muisjes? Pardon? Your breakfast. Oh, I see. Yeah. Breakfast. Well, only a cup of tea, please. Thank you. Will you show me the room now? Yeah, he will naar de room. Please, sir, follow the fleet. Oh, I see. Good night. Good night. Nou ja, we hadden het beroerder kunnen treffen. Echte, nette, correcte Engelse gentleman. Krijgen we nou weer. Ja, wie is daar? Hi, old chap. What about this Siggy's cottage here? No bar, no hotel, no girls, how are you? I got a ticket for a room, you know. To tell me what's going on in this silly old country town. No accommodation for the tourists or what? Now what about the room here? It's nice, it's clean, no animals. I am tired, you know. Just a very little moment, sir. I called the caller. Leah? Ja? We worden bezet door Amerika. Hi, madam. Brown from Chicago. Half a day I'm looking for a room to sleep in. But now they brought me here. Damn situation. Better I did my holiday in Sing Sing. Come on, guys, let's have a drink. Govert, ik vertrouw die vent niet. Nou, heb ik hem geroepen? Nou, vraag in elk geval of hij vooruit betaalt. Now, what's the matter? Will you please pay for out, you know? What do you mean? The money. The money? Yeah. So what are you thinking about me, old crazy tulip farmer? I'll tell you, I stayed in the best hotels of this old rotten continent, you know. So what? Maybe you want to see my bills? What else? No. No, thank you. Daar zijn we hier niet nieuwsgierig naar. Ik... Ja, breng hem maar naar zijn kamer. Die denkt dat hij hier de beest een beetje kan uithouden. Nou, vertel hem eerst even dat er nog iemand in de kamer slaapt. Oh ja, you have a slaapie vannacht, you know. What do you say? You have a sleepy. I see that well. my wife shall take you away. Follow the streamline. That's all right. Good night. Jongen. Onderdak zijn we met die twee lege bedden, maar ik heb me anders prachtig gered met metalen af. En toen dacht ik, waar haal ik het allemaal vandaan? Hè? Zeg, yeah. Moet je eens horen, hij heeft een grote fles whisky bij zich. Wat een verschil, hè, in mijn Amerikaan en een Engelsman. Ja, inderdaad, grappig. Zeg, weer iemand blijft dat zo? Nee, dat kan niet. Doe jij eens even open. Hier staat.
verdobberie met zuur. Wat zegt u? Dobberie met zuur. Rusky, rusky. Dat is een Rus? Ja, wat moet je nou tegen die man? Bezetski. Pep. Zetski, en Jet. Komnati. Aangenaam. Dostojevski. Nou, Jet. Komnati. Komnati, Poblero. Ah, Duvelopski, man. Jet, ja, broer, komnatu. Son. Hij wil de zon in de avond. Moet je bij Khrushchev wezen. Hier schijnt de zon alleen als hij zelf zin heeft. Niet, kom naar die zon. Wat je hebt stilp, Suriname. Kom, Jati. Niet. Daar heb ik maar één antwoord op. Heb medelijden, Niet. Kijk, hij trekt al zijn schoenen uit. Wat moeten we doen? Ja, breng hem ook maar naar de kamer. Laat ze het daar maar uitzoeken, hoor. Kom naar die zon. Ja. Hé, Stravinsky. Juromajewski, de golf. Wees je op, meer maar hoor. Zon. Ja, zonnesteek. Stasibo. Morgen al. Iets kom je maar aan. Rijn komt, Ruski, je vader. Naast een bosje weer maar aan. Dat is één keer en nooit meer. Voor die paar gulden verdiensten krijg ik de hele internationale politiek in mijn huis. Oh. Een Amerikaan en een Rus bij elkaar. Moord en doodslag. Water en vuur. Hoor eens even. Je haalt me wat aan. Straks sturen ze mijn Nasser ook nog op mijn dak. Snijdt die vannacht mijn waterleiding af. Nou hoor ik niets meer. Durf jij te gaan kijken? Ja! Bel me. Ik ga wel kijken, bel jij onderhand dat bureau op dat ze een paar UNO-eenheden sturen. Ja. Hallo? Oh, hij staat ook in gesprek. Ja. Laat maar. Het is dik in orde, hoor. Ze zitten met z'n tweetjes gezellig een borreltje te drinken. Oh, gelukkig. Hebben ze de rust eruit gegooid? Nee, die Engelsman natuurlijk.